Het is eigenlijk een stad in de stad. Ja, ja. En straks ook een hele belangrijke plek, zeg maar, voor Nieuw-West. Aan de rand van Nieuw-West, vlakbij de Lelylaan, staat Westbeat. Een project dat volgens de investeerders een grote impact zal hebben op de buurt. Naast wonen, hè, dus je woont hier, zeg maar, in alle rust met veel uitzicht rondom een binnentuin, staan wij nu in de superruimte, zoals de architect dat noemt. En daar heb je werken, daar komen mensen samen, die ontmoeten elkaar. Wordt hier straks beneden ook gewoon gedanst, er is cultuur, er is eigenlijk van alles. Dus het zorgt ook voor dat zo'n gebouw heel efficiënt wordt gebruikt voor alle mensen die hier komen. Eigenlijk die menging van functies, dat zie je in Nieuw-West, maar heel beperkt terug. Hè. Dat is veel meer gefragmenteerd, zeg maar, opgebouwd, die wijk. Dat heeft ook kwaliteit, er is heel veel groen bijvoorbeeld in Nieuw-West. Maar juist door die functies hier samen te brengen en ook zeg maar, in één gebouw te concentreren, ja, brengt dat denk ik heel veel nieuw elan ook voor Nieuw-West. Die gaan er echt van profiteren. En als alles goed gaat, zorgt het pand straks voor nog meer positieve ontwikkelingen in de wijk. Dat is eigenlijk het eerste gebouw wat we hier neer hebben gezet. Dus je ziet dat dat ook allerlei nieuwe investeringen uitlokt. Ja, dat zorgt ook voor dat de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Nieuw-West natuurlijk gaat toenemen. En dat zorgt ook voor dat nieuwe gezinnen, nieuwe huishoudens hier ook straks een plekje gaan vinden. Kijk, dit heeft natuurlijk een enorme schaal. Hè. Ik denk zeker dat je op andere plekken in Nieuw-West ook van dit soort initiatieven zou terug kunnen zien. Zeker.